Welkom dames en heren, hier op mijn YouTube kanaal. Mijn naam is Gaming Cobra en vandaag gaan we weer Minecraft Tiki spelen. Ik ben ergens achtergekomen. Ik had namelijk een probleem elke keer dat ik hem zeg maar één keer kon openen. En zodra ik hem zeg maar al een keer heb gespeeld, kon ik hem niet meer openen. En nou ben ik erachter gekomen dat OBS is die het tegenhoudt. Dus ik moet eerst Tiki openen en dan pas OBS. Dus daar ben ik gelukkig achter gekomen. Dus dan hoef ik niet elke keer gek te doen en noem maar op. En dan kunnen we gewoon deze serie lekker voort gaan zetten. We waren een beetje op zoek naar iron en diamonds en al die andere dingetjes. Wat is dit? Allemaal koper en al die andere doen. Ik weet echt niet wat ik ermee moet eigenlijk, maar... Zin. Even kijken, heb ik nog genoeg? Ja, die had ik gemaakt als het goed is. Nou, deze halen we wel gewoon weg. Zo. Iron. Die iron gaan we wel weghalen. Aan de onderkant natuurlijk. En dan zetten we even stenen voor in de plaats. Zo. En dan een steentje. En dan halen we ook eventjes die ruby dingen weg. Aangezien dat we nu weten dat we daar ook een hele goede pickaxe en zo van kunnen maken. Halen we die ook gewoon lekker weg. Zo. En dan zetten we er ook daar weer steen voor in de plaats. En hier trouwens en hier. Zo. Kijk eens aan. En dan gaan we nu even lekker verder minen. En dan zie ik daar weer wat. Hoe heet het? Iron. Zo. Hier nog wat iron. Ik denk alleen dat ik nog dieper moet, zeg maar, voor de diamonds. Heb ik zo'n vermoeden van. Even kijken hoor. Hier even een lampje plaatsen. Zo. Zo. Dus we gaan even hier een beetje nog kijken. En dan gaan we even kijken als we misschien iets van diamonds kunnen vinden. We hebben daar wel kool als het goed is. Dat is geen kool. Dat is ook weer een of andere oor. Die halen we gewoon met deze weg, want ik weet niet zo goed wat ik daarmee aan moet. We krijgen het wel trouwens. Zo te zien. Dat is koper weer. Dat staat gelijk aan iron. Qua mining dan. Zo. Dan halen we die ook weer weg. Zo. Zo. Even kijken, want kunnen we toevallig niet ook van een andere blok zo'n mining ding maken. Dus van een andere pickaxe of wat dan ook. Even kijken waar die precies stond. Hier al. En zo te zien kan het echt met een diamond alleen. Kijk maar. Alleen met diamond.
Dat is jammer, dat is jammer, dat is jammer. Dan moeten we toch echt een heel stuk verder gaan zoeken. Alleen ik wil in deze aflevering niet alleen gaan minen, zeg maar. Maar ook gewoon lekker andere dingen gaan doen. En dan moeten we eigenlijk ook nog lava zoeken. En noem maar op. Alleen dat wordt wel een hele klus. Omdat ik zeg maar geen geluid hoor. Jullie horen wel geluid, alleen ik zelf niet. Dat heeft ermee te maken dat, ja, zeg maar, iMac het zo grappig vindt om, zeg maar, een bepaald programma nodig te hebben om, zeg maar, OBS geluid te kunnen krijgen. Dus anders hoor ik het wel, maar jullie weer niet. En ook andersom natuurlijk. Hey, een cave. Is in deze cave veilig voor mij om heen te gaan? Zo te zien wel. Tot nu toe. Dat is gold. Oh, oh. Ja, vleermuisjes. Maar niet zo van. Uit, eerlijk gezegd. Maar hier kunnen we wel even wat weg gaan halen. Even genoeg trouwens, zie ik. Hier zit trouwens ook nog. Nog voor alles. Misschien kunnen we hier trouwens wel wat diamonds vinden. Nou, lijkt er niet echt op. Even kijken hoor. Hier nog wat lichtjes plaatsen. Zo, dan komen we weer hier terug. Kijk, daar is alvast in ieder geval lava. Dat is in ieder geval al mooi. Dat hebben we namelijk nodig ook. Voor als we dadelijk wel weather weer kunnen vinden. Diamonds. Dan hebben we dat echt nodig. Hier zit trouwens wat kooltjes. Hebben we ook nodig natuurlijk. Voor onze overtje. En voor fakkels natuurlijk. Dat hebben we allemaal lekker nodig. Even kijken. Dit is allemaal geen kool. Dit ook niet. Ik weet alleen niet zo goed wat ik met alles kan. Dus we houden deze opening wel gewoon open. Voor het geval dat ik ergens een keer achterkom waar ik het voor nodig kan hebben. Dan kunnen we het hier ophalen. Zo. Ik dacht eigenlijk dat er best wel veel kool lag, maar dat is helemaal niet zo. Even kijken. Hier ligt niks verder rest. Daar is niks. Dan gaan we even deze kant op. Even kijken hier. Oh. Zo. Is ook weer een klein doorgangetje. Dit is een aardige cave. Mensen. Zo. Hier fakkeltje plaatsen. Hier fakkeltje plaatsen. Hebben we hier natuurlijk gold. Dat gaan we ook meenemen natuurlijk. Bij het begin hadden we ook gold. Even kijken. Want we moeten natuurlijk ook van die weather weer maken. Van die bakkies. Dat we zeg maar weather kunnen meenemen. Hé, dat is redstone. Redstone jongens. Redstone. Volgens mij kan je daar vrij weinig mee in deze wereld. Maar we nemen het wel mee. Hoppakee. Tenminste in deze wereld. In deze soort van, ja, modpack zeg maar. Want dat is het op zich, hè. Het is een modpack. Die je eigenlijk installeert.
gewoon weer kool, dus dan kunnen we weer het gewone weghalen. Zo. Trouwens, hier ook even een fakkeltje plaatsen. En doe hier ook maar eentje. Zo. Zo. Hier zit best wel veel kool, dus daar ben ik blij mee. Nog een pakketje. We hebben lekker veel kooltjes bij ons. En het mooiste van deze modpack, zeg maar, dus deze modpack, is dat zeg maar zodra je pickaxe of iets anders op is, dat je het zeg maar als je het in je inventory hebt, hetzelfde zeg maar, dan krijg je die gewoon. Dat is zilver oor. Zilver. Volgens mij kun je daar ook wel wat mee met zilver. Dus dat gaan we wel meenemen, die zilver. Ik weet alleen niet wat je ermee kan, maar we nemen het wel even voor de zekerheid mee. Volgens mij kon je er wel wat mee. Iets wat redelijk goed is volgens mij. Nou, we hebben in ieder geval wat zilver bij ons. Dan halen we deze ook weer weg. Kunnen we ook weer zo eentje maken. Dan hebben we hier weer wat iron. En dat is natuurlijk ook iets wat we echt gewoon nodig hebben. En best wel veel ook. Zo. Dan hebben we hier wat lava. Wat is dat? Lapi? Of weer een bepaalde oor? Ja, ik wil deze lava dus niet weg gaan halen. Omdat ik het dus een soort van nodig heb later. Zodra we zeg maar, hoe heet het weer, hebben gevonden. Diamonds. Dan gaan we natuurlijk die machine maken. En die machine loopt op lava. Dat zijn brandstof, zeg maar. Even kijken, waar is het? Daar. Nou, laten we hier gewoon het weg gaan minen, gewoon. Dus dit. Hup. 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 Ik weet niet wat dit is, maar we halen het gewoon weg, weet je. Ik weet niet wat ik ermee kan, namelijk. Huh? Oh, het zit daar. Wat is het? Ah, het is weer een bepaald oor. Waar ik dus niks aan heb, momenteel. Hier ligt trouwens wel water. We moeten oppassen dat we niet in de water weer komen. Oké, okay. In ieder geval hebben we dat dus nu gezien, dat we dat hier kunnen vinden. Dan hebben we hier nog wat gold, wat we mee gaan nemen. Zo, ook altijd handig namelijk. Daar kunnen we net niet bij. Nu wel? Of nog steeds niet? Nu wel. Zo. Zo. En zo. Hoppakee. Ja, dat is koper. Daar ligt ook nog iets van iron, denk ik. Of ja. Iron. Iron. Nog meer iron. Iron hebben we echt gewoon echt superveel nodig natuurlijk. Om voor alles en nog wat te kunnen maken. Dus dat moeten we gewoon goed verzamelen. Even kijken hoor. Hier hebben we nog dat andere. Dat ruby gedoe. Hier hebben we wat paddelstoeltjes. Daar kunnen we trouwens wel eten van maken. Zo. Nog meer iron. Nog meer iron. We doen nu gewoon even met deze. Dat gaat even wat sneller. Even kijken hoor. Wat hebben we nog meer? En daar is in ieder geval de uitgang. Hier hebben we nog wat gold. Zo, zo, zo. Zo.
En zo. Hoppakeetje. Dan gaan we hier toch weer naar beneden. Want, even kijken hoor, waar dat ook weer was. Er is namelijk plek, wat ik net zag, waar we ook nog heen kunnen, waar het dus nog donker is. Even kijken waar dat is. Hier in ieder geval is dat zo en zo ook. Dus hier even een lampje plaatsen. Hier even een lampje plaatsen. En er is serieus gewoon helemaal niks. Op wat iron na. Maar ja, dat hebben we natuurlijk wel nodig. Dus aan de ene kant moet ik blij zijn dat we hier naar binnen zijn gelopen. Zo. Alleen het jammere vind ik wel, meestal in een cave vind je wel iets van diamonds. En in deze cave eigenlijk vrij weinig qua diamonds of qua dingen die je eigenlijk nu zou nodig moeten hebben. Hier hebben we trouwens die waterval. Die dus helemaal naar de andere kant toe stroomt. Dan gaan we hier even omhoog. Want hier is ook nog een hele plek. Kijken, wat zijn dit? Wat is dit? Tin. Hebben we ook niet nodig. Oh, hier is ook nog een hele cave, jongens. Hier ligt weer trouwens wat kooltjes. Hebben we natuurlijk wel weer nodig. Want ik verbruik eigenlijk bijna al mijn fakkeltjes nu hieraan. Zo, dus we hebben wel lekker veel fakkeltjes weer nodig. Dadelijk om te kunnen maken. Dus veel kooltjes. Kool nodig. Hier is trouwens weer wat kool. Meenemen. Zo en zo. Hoppakeetje. Dan lampie erbij. Hebben we hier weer wat kool. Ik moet zeggen, we vinden nu wel wat lekker wat kool. Ik vind alleen die beesten nu echt irritant worden. Zo, ga weg. Die vleermuizen, weet je wel. Op zich, ze doen niks, maar ze zijn irritant dat ze dan de hele tijd voor je vliegen, zeg maar, weet je wel. Voor je voeten vliegen. Want als die, zeg maar, langs jou vliegen, kan je op dat moment niet minen, zeg maar. Zo, hier liggen aardig wat kooltjes. Helemaal, gekke werk. Aan de ene kant ben ik best wel blij dat we deze cave hebben gevonden. Moet ik eerlijk toegeven. Even kijken hoor, wat is hier nog allemaal te vinden. Nou, dit loopt verder is dood. Dus daar hebben we al niks meer aan. Hier ligt nog wat. Yellow, nog wat? Huh? We gaan binnenkort wel even kijken wat ik trouwens met al die dingen kan. Al die ores. Wat ik tot nu toe heb verzameld. Want ik heb dus ores ertussen zitten. Waar ik zelf niet zo 1, 2, 3 van weet wat ik ermee kan. Zo, zo, zo. Dan kunnen we even deze kooltjes weg gaan hakken, hoop ik. Dat ze dan niet in de lava vallen. Nou, dat vallen ze net niet inderdaad. Nog meer kool, 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 kool. Daar is ook nog kool. Halen we ook weer weg. Zo. Hoppakee. Hier zit ook nog kool. Maar daar kunnen we net niet bij, denk ik. Nee, daar moeten we dan een extra padje voor gaan aanleggen. Dus dat gaan we dan even doen zo. Hoppakee. Nou, even deze weghalen. En dan het padje even doortrekken naar hier. Zo, dat we zeker weten dat het veilig ligt. Als het naar beneden valt.
haal het even weg met een betere pickaxe. Even kijken hoor. Dan halen we hier die ook weer weg. Zo. Oké. Okay. Dan gaan we nu deze kant op. Dit is weer gold. Hoppa, hoppa. Hier is weer wat kool. Dat is kool, dat is geen kool. Dat is dan wel weer kool. Hier ook nog. En deze ook nog. Zo, lampje erbij. Kijk, en nu zitten we echt in een plek met heel veel lava. En water en al die andere gedoe. Zo, zo, zo. 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 Hoppakeetje. Dit is echt een mega grote cave, jongens. Hier hebben we nog van die rode dingen. Van die ruby. Oh nee, dit is redstone. Ik dacht dat het ruby was, maar het is ook blijkbaar redstone'tjes. Ook altijd wel handig. Ook weet ik niet zo goed wat we eigenlijk er echt goed mee kunnen. Maar ja, fakkeltjes maken, dat is sowieso. Wat is dit voor een cave, mensen? Waarom heb ik altijd die hele grote caves waar ik in ben? Waar ik in kom, weet je wel? Dan raak ik altijd de weg kwijt, namelijk. Dus dat wordt weer een zoektocht naar huis. Hier hebben we weer wat iron. Zo. Ik weet niet zo goed waar ik nu heen ga. Maar we doen het gewoon. Even kijken. Konden we hier nog verder of niet? Ja, dat kunnen we zeker. Wat is dit dan, joh? Waarom zit dat hier? Wat is dit voor een plek dan? Ik weet niet zo goed waar we uit gaan komen, mensen. Is dit? Wat is dit? Hebben we daar wat aan? Nou, we nemen het mee. We zien het later wel. Wat we ermee kunnen. Tot nu nemen we het even mee. Gewoon zo. Hoppakeetje. Wat is dit voor een cave, jongens? Oké, dit was het. Oké. Gelukkig niks geks wat we tegenkwamen. Maar gewoon eigenlijk gewoon een normale cave. Alleen snap ik niet zo goed waarom deze blokken hier liggen. Maar het zal wel aan mij liggen. Dat ik het niet zo goed snap. Deze nemen we dan ook wel even mee. Kunnen we ook even kijken wat we hiermee kunnen. En hij klitst in de muur. Hier hebben we trouwens nog iron. Hier nog wat van die rode dingen. Zijn mijn hele inventaris vol of zo? Ja, die zijn helemaal vol. Even kijken, wat kunnen we droppen waar we niks aan hebben momenteel? Nou, dit blokje bijvoorbeeld. Zo. Daar hebben we op dit moment namelijk echt helemaal niks aan. Natuurlijk, als we iets van diamonds gaan vinden, dan zou ik toch weer wat we moeten weghouden. En lappen masui, even kijken hoor. Wat kan weg? Ja, eigenlijk heb ik best wel veel steen bij me. En hout. Tenminste, hout niet zoveel, maar ik zie dat ik wel hout bij me heb. Dus dat gaan we even hierin gooien, zo. En ook gewoon één hele stack hout. Steen bedoel ik. Want ik heb er toch vrij weinig aan, weet je.
Ik kan het wel leuk gaan bewaren, maar ik heb er vrij weinig aan. Zo. Nee, niks. Oké, okay, hier zijn we in een cave met watergedeelte. Het watergedeelte van de cave. En dat loopt best wel ver naar boven toe. Kijk, we kunnen aan de ene kant zien waar we ze wel zijn geweest door natuurlijk het weatherit te volgen. De lichies. Door de lichies weten we ongeveer waar we ze wel en niet zijn geweest. Maar ja, de terugweg vinden, dat wordt nog wel een hele opgave. Hier hebben we weer een gedeelde cave. Alleen, het lijkt alsof dit niet zo heel veel is. Nee, dat was inderdaad niet heel veel. Maar ik weet niet waar we hier gaan uitkomen. Wow, dit gaat echt best wel ver naar boven, jongens. Ik weet niet of dat een goed of slecht teken is, eerlijk gezegd. Maar het gaat in ieder geval heel ver naar boven. Ja, waarschijnlijk is dat meestal geen goed teken. Dus ik ben een beetje op mijn hoede wat er gaat komen. Waarschijnlijk weer een heel doodlopend gedeelte. Daar heb ik zo'n vermoeden van. Dat als we boven zijn, dat we eigenlijk helemaal niks aantreffen omdat het gewoon doodloopt. En wat zei ik? Ondertussen ken ik deze cave een beetje. Dat er gewoon serieus plekken zijn dat je gewoon denkt van... Ah, hier kan wat liggen en ondertussen ligt er helemaal niks. Nou ligt er wel best redelijk wat kool. Dus daar ben ik dan wel weer blij mee. Zo, zo, zo. Dat maakt het toch weer een beetje goed, weet je wel. Dat ik hier helemaal heen ben gekomen voor eigenlijk helemaal niks. Hier hebben we weer koper, daar is wat koper. Nou, dat hoef ik eigenlijk allemaal niet. Want echt veel kan je niet met koper. Dat heb ik natuurlijk een paar dagen geleden al gisteren gekeken, bedoel ik. Een paar dagen geleden. Het is gisteren. Gisteren heb ik dat natuurlijk gekeken. En je kan er echt heel weinig mee. Hier zit trouwens ook nog wat. Waar ik even heen wil. Hallo. Mag ik daar even heen? Dank u. Wat is hier verder rest? Want ik zie heel veel water. Maar ik zie hier ook nog een hele gedeelte waar je kan lopen. En daar trouwens ook nog. Dit meen je niet, jongens. Dit is zo gigantisch groot. Dat ik 100% zeker weet dat ik gewoon moeite heb om dadelijk de terugweg te vinden. Naar weer ons huisje. Dat hebben jullie natuurlijk al een keer eerder gezien. Want bij mijn... bij de King Survival had ik dat natuurlijk ook. Had ik ook een cave gevonden. En uiteindelijk wist ik de weg niet meer terug. Dat heb ik namelijk altijd. Ik ben namelijk echt niet goed om de weg terug te vinden in Minecraft. Wow. Dat ziet er op zich, ziet dat dit ding wel vet uit. Alleen ik weet niet zo goed wat ik ermee kan. Dus ik neem het niet mee. Maar het ziet er wel vet uit. Kijk, en als we eigenlijk een beetje weten wat we eigenlijk met alles kunnen. Dan kunnen we altijd hierheen, weet je wel. Alsnog. Dat is weer die yellow gedoe. Dit loopt weer naar beneden. Holy. Wel heel erg naar beneden. Ja, momenteel wil ik hier even eigenlijk niet in. Niet zo heel lullig bedoeld, maar... Nee, dat ziet
ziet er voor mij niet veilig uit momenteel. Hallo? Wat is dit nou weer? Ah. Ik weet niet wat er gebeurde. Hij pakte opeens mijn OBS. Ik weet niet hoe die daar opeens kwam. Maar mijn muis ging opeens naar OBS toe. Dat vond hij grappig, denk ik, of zo. Nou, ik op zich niet. Want daar zat ik te klikken en dan zie ik in mijn beeld een rechte muisknop knopje voorbij komen. Deze cave is mega, jongens. En zoveel fakkeltjes heb ik niet meer. En hout heb ik ook niet meer. Dus we zouden eigenlijk de terugweg moeten gaan zoeken. Nou wordt dat eigenlijk best wel een groot probleem. Want ik en een terugweg vinden, dat is echt moeilijk. Maar we moeten wel. We zouden echt nu moeten de terugweg gaan zoeken. In ieder geval deze kant op. We moeten echt terug. We moeten echt terug. In ieder geval niet die kant op. En dan komen we sowieso weer terug. Want we gaan verder kijken. Maar we moeten tot nu toe even echt terug naar huis. Was het naar boven of naar beneden? Volgens mij naar beneden. Zo. Naar deze kant op. Zo. Dan hier weer omhoog. Ja, volgens mij wel. Volgens mij ga ik goed. Volgens mij ga ik goed. Nee, hier in ieder geval niet. Ja, verder is ga ik wel goed volgens mij. Want deze plek hebben we natuurlijk gezien. Als een van de eerste dingen. Even kijken hoor. Welke kant moet ik dan op? Deze kant niet op. Ik denk dan deze kant. Nee. Ja, ofwel dat we dan deze kant op moeten. Maar dit is eigenlijk best een donkere cave verder rest. Dus eigenlijk ben ik, denk ik niet dat ik deze kant op had gaan moeten. Kijk, daar gaan we al, hè. En we hebben hier geen home knop. Dus dat ik home kan drukken. Volgens mij heb ik dat niet. Zover als ik weet in ieder geval niet. Dat slash home werkt. Hier ligt trouwens nog wat iron wat we even mee gaan nemen ondertussen. Zo. Even kijken hoor. Waar zijn we nu? Gaan we goed of gaan we niet goed? Hier is in ieder geval dat. Dus op zich zitten we volgens mij goed. Alleen zeker weten doe ik het niet. Eerlijk gezegd. Maar ja, dat zijn jullie ondertussen wel gewend natuurlijk. Dat ik het niet echt zeker weet. Ja. Waar is onze huis? Kijk, we moeten daarheen. Gewoon deze plek moeten we heen. Kijk, daar moeten we heen. Oh nee, hier al. Deze kant op. Dat is ons huis. Huis. Groep al. Zo, enter.
Kijk, daar moeten we heen. Jongens, daarheen. opties. Nou, dit zijn al die minimaps en... ja. / thuis. / home. Ja. Goeie. Eigenlijk wil ik even terug teleporten natuurlijk. Spawn. Werkt dat? Nee. Ja. Even kijken hoor. Map. Want hier kunnen we wel wat mee. Want dat zijn de coördinaten. Dus ik even kijken hoor. Pak even iets. Zo. En dan pakken we even deze rol erbij. Even afscheuren. Hoppakee. En zetten we het er even op. 1, 2, 9, 6, 6, min 183. Oké, dan gaan we even kijken. Dan als het goed is... Ja, en ik druk op die en dan teleport. Comma 66. Comma min 83. Hey, help. Want je moet toch teleporten kunnen, of niet? Tap. Oh, oh, oh. Tap. 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 Ik wil naar de volgende. Tap. Nee. Moet ik weer / help drukken. Staat er. Ja, maar dan krijg ik dezelfde pagina. Wat is dit nou weer, joh? Ja. / help. En dan teleport. Even opzoeken hoe dat nou precies moet. De teleport comment. Dat zou toch moeten kunnen? Port. Comment Minecraft. Hoe are you? Ja. TP. Oh ja, het is TP, hè? Het is Minecraft. TP. Minecraft. Typisch weer Minecraft, hè? TP en dan... Die min 183. You have not commissie. Nou, nu wel. Cheats aan. Zo. Nou hebben we die commissie wel. Oh, player, hè? Ja, we moeten player er ook nog in voeren. TP. Game. Cobra. Ja, Game Cobra 12. Player can not found. Wat? Dat is toch de locatie? Oh, locatie is TPR. TP hashtag R. Ja, maar dat zijn van die nieuwe. Hebben we geen oudere comments? Van Minecraft
Ja, wat is het ook weer, deze versie? Welke versie is dit, mensen? Iets van 1.7 volgens mij. 1.7. Even kijken hoor. Ik ben hier zo slecht in, mensen. Niet dat het me uitmaakt, want ja, aan de andere kant, weet je. Het is ook niet iets wat ik dagelijks moet doen, weet je. Ja, maar dit is allemaal voor de comment blok. En ik wil geen comment blok. TP comment. Nou, we gaan het dan maar gewoon proberen. TP hashtag R. En dan de locatie. Dus TP hashtag R. En dan 1, 2, 3. Die. Player cannot found. Waarom zegt hij elke keer player cannot found? Het is ook geen player, mensen. Wat? Ik voer dat ding in. Dit. En ik krijg letterlijk niks. En nu? Ook niet. Hé? Teleport. Nee, het is wel met TP. Maar waarom werkt het niet? TP. Huis. Map. Nou, kijk, dit is wel de locatie namelijk, weet je. Nee, dat willen we niet. Weg. Kijk, dit is de locatie. Die we hebben, weet je wel. Maar ik snap niet zo heel goed waarom de teleport niet werkt. Want ik weet, het is TP en dan door locatie. Of wat dan ook, weet je wel. Dus het is TP. En dan zeg maar dit. Dat zou het eigenlijk moeten doen. TP en dan misschien mijn naam erbij. Game Cobra 12. TP Cobra 2. Maar zie je, het werkt niet. Heel apart dit. Nou gaf hij trouwens wel een melding, toch? Nee. Hè? Mensen, dit is heel apart. Ik snap niet dat het niet werkt. Kijk, wat daar geeft hij aan player not found. Dan doen we de spaties tussen. Dat zou dus moeten werken. Oh wacht, misschien als ik het zo doe. Zo dan? Huh? Oké. Dat is apart. TP gaming. Oh, G.
game Cobra 12. Oké, okay, dan gaan we deze locatie opschrijven. Tenminste, opzetten. Deze. En dan 70. Kijk, hij geeft iets aan. Hij geeft aan dat deze niet gevonden wordt. Die eerste, zeg maar. Nou zegt hij dat player not kan dat de player niet kan gevonden worden. Kijk, maar doe ik het zo, dan gebeurt er dus niks. Dit is zo apart, jongens. Ik wil gewoon naar mijn huis, jongens. Wat is dit nou weer? Waarom mag ik niet gewoon naar huis? We gaan gewoon proberen iets te doen of zo, denk ik. Gewoon kijken als we toch op een manier thuis kunnen komen. Misschien als ik gewoon... Wacht eens even. Deze plek komt mijn aardappakket voor. Zo en zo zijn we hier zo en zo geweest. En volgens mij is dit namelijk de plek richting huis. Dus laten we hopen dat dat klopt. Wat ik zeg. En dat dit dus richting huis gaat. Zo. En dan hierheen. Oh. En dan denk ik deze kant op. Klopt dat? Of moeten we die kant op? Deze kant op, denk ik. Nee, toch niet. Laten we gewoon deze kant op gaan. Dat gaat sneller naar huis toe. Ik heb eindelijk de weg teruggevonden, mensen. Het heeft even geduurd. Het was even zoeken. Omdat ik, zoals ik al eerder heb gezegd, echt totaal niet de weg kan vinden. Echt gewoon totaal niet. Dus ik ben blij dat we terug zijn. Even kijken. Hier gaat eventjes de weather weer in. De iron. Daar hebben we genoeg van namelijk. Zo. De kooltjes erin. Hier ligt nog wat kooltjes. Oh nee, dat zijn kooltjes. Zo. Kijk, dan pakken we even deze kist. Gaat hier eventjes heel veel van die in. De redstones. Ja, daar kunnen we redstone fakkeltjes officieel van maken. De kool gaat hier in. Die. Zo en zo. Koper gaat erin. Die gaat erin. Zilver ore gaat erin. Tin gaat erin. Koper. Die Lapelamasui en die andere. Moesrooms. En die. En dan hebben we de kool nog over. Zo. En ik weet niet zo goed wat ik hiermee moet. Maar we pakken even 1, 2 stacks. In ieder geval 2 gedeelte. Nou ja, doe maar zo gewoon. En dan zetten we even die kool ook terug. En het zand. Zo. Kijk, daar hebben we in ieder geval iets. Nou, dan is deze goed bezig. Hebben we hier nog hout in zitten of niet? Of moeten we daarvoor eventjes naar boeten? We hebben 1 stick. Dat is heel veel. 1 stickie. Zo, hoppakee. En dan gaan we even kijken naar een beetje grote boom. En ik heb hem gevonden. Dat is namelijk hier. Een grote boom. Kijk, hier zijn 2 hele grote bomen. Even kijken, waar is het gedeelte? Ja, hier. Oh, oh, oh. Ik zal het met die doen. Zo. Zo. Ik ben op zich wel blij dat we de terugweg hebben gevonden. Wat is dat? Er
Er zit daar iets bij het water. En eerlijk, ik ben echt benieuwd wat dat eigenlijk is. Even kijken, wat is dat? Lijkt wel een klein huisje of zo. Weten jullie wat? We gaan dat even bekijken. Want ik ben eigenlijk best wel benieuwd. We pakken nog even wat extra hout. Dan kunnen we ook even een bootje maken. En dan gaan we even die kant op. Even kijken wat het is. Daar ben ik nu wel benieuwd naar. Zo. En dan gaan we natuurlijk in de andere aflevering gaan we weer op zoek naar gedeelte in de, hoe heet het, in de cave. Dan gaan we weer naar de cave toe. Dan gaan we daar weer even kijken. Maar ik wil even voor de verandering even iets anders doen natuurlijk in deze aflevering. Zo. Oh, daar gaan we weer. Zo, zeg ik. Even kijken. Zo. Dan maken we even alles. Maken we even van dit gedeelte even sticks. En van deze maken we nu tot nu toe even een bootje. In ieder geval. Zo, even in ieder geval één bootje. Zo. En van de rest ook even sticks. Zo. En dan maken we hier eventjes redstone fakkeltjes van. Zo. En dan maken we nog een klein beetje redstone fakkels. Ik vind alleen dat redstone fakkels niet echt heel veel licht geven. Dus we pakken ook even één stack kool. En dan maken we daar ook eventjes fakkeltjes van. Extra erbij. Kijk, hoppakee. En van redstone krijg je trouwens ook veel minder fakkels. Gelukkig is dat niet van de weather weer zo. Van de gewone fakkeltjes. Even kijken, een bootje mee. Zo, we gaan even kijken. Even kijken wat daar is. Daar ben ik nu echt heel erg benieuwd naar. Wat nou bij die plek is daar. Oh ja. Dit is een heel apart bootje. Zonder roeispanen. Maar we gaan wel vooruit. Wat is dit? Wat is dit dan? Hallo? Gaan we nog sturen? En daar is er nog één. Wat is het? En wat zijn het voor blokken? Dat vraag ik me ook af. Huh? Dit is heel gek. Ik weet niet wat het is. Of wat het moet voorstellen. Maar het is in ieder geval iets wat dus ervoor zorgt dat ik bijna naar de bodem zink zelfs. We gaan even een beetje op onderzoek uit hier op dit landje. Kijk, want hier is eigenlijk vrij weinig te vinden. Behalve dan ons eigen gedeelte. Maar hier ook bijvoorbeeld. We zitten in een soort van caveje, denk ik. Nou, we gaan niet echt per se op onderzoek nu hoor. Maar gewoon een beetje rondkijken. Misschien even een paar boompjes weer weghalen. Wat vlees pakken. Heb ik nou mijn bootje of? Nee, mijn bootje is kapot. Oké. Ik heb trouwens nog steeds geen zwaard. Maar ik heb wel deze. Hoppa, hoppa. Hop, 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 hop. Hoppa. Hoppa. En daar zit ook weer een cave. Oh, jongens. Ik zie zoveel caves, jongen. Dat is echt niet normaal. Want ik ben gewoon weer
op een soort van cave gestraald. Zo, zo. Ja, kijk. Hoppakee. Hey, die koe zwemt gewoon weg, jongens. Ah, boeien. We gaan deze koe pakken. Pak de koe. 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 Ik heb hier vlees nodig, koe. Sorry. Nog meer koeien. Wow, hier zitten veel koeien. Oh ja, en we moeten trouwens ook nog een schaap zoeken. Dat lijkt me wel zo handig namelijk. Dus ik hoop dat ik dat hier ook tegen ga komen. Een schaap. Want we hebben natuurlijk nog wel een bed nodig. Wow. Want die hebben we natuurlijk nog niet. Een bed. Wow. Huh? Dit is heel erg apart. Maar het ziet er aan de ene kant ook wel weer vet uit. Het is apart, maar ook weer vet, weet je wel. Beetje ertussenin. Apart vet. Maar, waarom zie ik geen schapen? Schaapjes. Komt er voorschijn. Wow, weer een cave. Achtig iets. Nou, dit is een letterlijke cave. Er zitten hier best wel veel caves, moet ik eerlijk toegeven. Alleen tot nu toe zie ik geen schaapjes. Wel suikerriet. Dat gaan we wel even meenemen. Ik weet niet waarom, maar we nemen dat mee. Misschien is het een keer handig. Misschien hebben we het een keer nodig. Of wat dan ook. Dan hebben we het in ieder geval. Kijk, dit is een redstone fakkel. Ik vind het op zich qua licht echt meevallen. Daarom vind ik het ook zo duur, weet je wel, voor een fakkeltje. Voor een redstone fakkel betaal je gewoon, is het gewoon echt serieus één stick en een redstone. En dan heb je zeg maar precies voor dat heb je één fakkeltje. En bij de gewone kool is het natuurlijk hetzelfde, alleen dan krijg je er 4. Dus ja, dan kan je beter gewoon die kools maken, weet je wel. Van kool. Ook al is kool best wel zeldzaam natuurlijk. Maar redstone is nog zeldzamer. Alleen de fakkeltje is gewoon niet zo heel goed. Vind ik dan. Waarom vind ik nergens schapies? Kijk wel, koeien. Koeien vind ik genoeg. Kijk, allemaal koeien. Hier ook. Ik dacht dat het een spin was, maar het was gewoon een soort van steenachtig. Wat is dit, joh? Hier trouwens wat meloenen, neem we ook even mee. Kunnen we ook altijd plantjes maken. Wat dit heeft planten, die meloenen. Ik weet niet als ik trouwens het wel uitkrijg. Krijg ik het eruit? Meloenzaadjes? Nee. Oké. Okay. Nou, maakt ook niet uit. Waarom is mijn inventaris... Oh, jawel. Hier. Nee. Waarom is mijn inventaris weer vol? Hoe kan dat nou weer? Oh, ik heb heel veel van die pickaxes bij. Ik heb eigenlijk alles nog bij me. Jongens. Hadden jullie me niet even kunnen waarschuwen? Van, hé. Je hebt alles nog bij je, Björn. Wat doe je nou? Je moet het wegdoen. In de kist. Waarom vind ik geen schapies? Wat is dit voor een wereld? Echt waar. Je moet toch een bed kunnen maken, mensen. Daar heb je toch schapies voor nodig. Want je hebt wol nodig. Kijk, koeien in overvloed. Echt waar, die koeien... Die hebben we zat. Maar gewoon een normaal, simpel schaapje vinden we dan weer niet. Zo.
geld meenemen. Ik vind dit zo apart, mensen. Echt waar, ik vind het echt heel apart. Dat we gewoon geen één schaapje vinden tot nu toe. Kijk, een hele overvloed aan koeien. Daar aan de overkant. Hier, maar kijken. Serieus, een hele overvloed aan koeien. Hier zitten echt koeien zat. Alleen dus geen één schaapje. En dat vind ik dus apart, want die hebben we natuurlijk wel nodig. Wat is dat dan? Wat de hel is dit? Een bijkorf? Huh? Hoe maken we dat kapot? Wat is dit, joh? Ik weet niet eens wat het is. Blijft het ook hangen? Ja. Ik weet niet wat het is. Het lijkt op iets van een bijkorf of zo. Daar leek het op in ieder geval. Het was het blijkbaar niet. Maar het leek er wel op. Nou, in ieder geval gaan we weer terug richting huis. Want ik vind het heel apart dat ik geen schaapje niks tegenkom verder rest. Random plantjes en random dingen. Zoals dat lichtgevende ding. Hé, hey, varkentjes. Haha, varkentje. Kijk, varkentjes vind ik nu ook weer. Even kijken hoor, wat kunnen we wegdoen? Wat hebben we nou echt niet nodig? Mushrooms. Dat hebben we nou echt niet nodig. Hier varkentjes. Dit is echt zo apart. We vinden varkentjes, we vinden koeien. We vinden alleen geen schapen. Of schapen zijn echt heel zeldzaam in dit spel. Nu, op dit moment. Of het klopt gewoon niet. Dus nu dat ik het zeg, je kan ook niet sprinten. Wat raar. Je kan niet eens sprinten, mensen. Ik weet niet als dat iets is van hoe heet het? Van Ticket. Weet je wel, dat Ticket het gewoon niet goedkeurt. Of dat het gewoon een soort van bug is in het spel. Maar ik kan serieus gewoon niet rennen. Ik druk wel de hele tijd eigenlijk die knop in. Omdat ik eigenlijk wil rennen. Maar blijkbaar kan dat dus niet. Heel apart. Wow. Weer een hele cave. Mensen, ik vind zoveel caves. Dat we gewoon een keertje echt alle caves langs gaan. Maar ja, dan moet het natuurlijk wel zo zijn dat het kleine caves zijn. Want zoals jullie hebben gezien, heb ik heel veel met caves dat ik echt de weg kwijtraak. Dit wordt echter even een lange aflevering. Want ik wilde eigenlijk twee verschillende series nu uploaden. Alleen, die tijd heb ik niet echt. Om zeg maar en het te maken, te editen. Want ik moet eigenlijk zo even weg. Dus die tijd heb ik gewoon echt niet gewoon. En daarom, ja, doe ik dus even deze extra lang. Jullie hoeven hem natuurlijk niet af te kijken hoor. Dat is jullie eigen keuze natuurlijk. Maar ja, hij is wel extra lang. Speciaal voor jullie, weet je wel, omdat anders ik er eigenlijk twee had gedaan. Alleen ja, dat kon... Wat deed ik nou? Ik deed G of zo?
En er gebeurde iets geks, joh. Ik weet niet als jullie dat hadden gezien, maar er gebeurde echt iets heel geks. Oh, G zorgt ervoor dat alles bij elkaar komt hier beneden. Ook. Oké, dat wist ik niet. Hier nou even al die stiggies. Hier even een paar van deze. Hier nog wat hout. En dan kan hier ook al die boompjes en die zaadjes en al dat andere zooi in. En de appeltjes. Want op een of andere manier staat de instellingen zo dat ik momenteel gewoon eigenlijk niks anders nodig heb. Kijk, maar die bed heb ik wel nodig. En daar hebben we dus wol voor nodig. Alleen die wol krijgen we dus niet. Ik wil gewoon normale wol. Kijk, wol kan je van strings maken. Maar ja, dan moeten we spinnen vinden. En die vinden we ook niet. Ja, gaan we nog even de cave in. Om even te onderzoeken. Ja, dat gaan we even doen. Het wordt toch eventjes een video van ongeveer 1,5 uur deze keer. Ik denk namelijk dat jullie dat wel eventjes verdienen. Dus dit is eventjes een XXXL aflevering. Een hele grote XL aflevering. Gewoon voor een keertje. Het gaat niet altijd gebeuren natuurlijk. Maar gewoon voor een keertje is het natuurlijk wel even leuk. Om een keer te hebben. Dus daarom dat ik dat even doe deze keer. Ik heb namelijk wel vaker een XL aflevering gegooid. Maar nooit echt een zo lange XL aflevering. Kijk, we hebben weer fakkeltjes. Dus we kunnen gewoon weer lekker verder bekijken. Holy shit. Oh, valt nog mee, valt nog mee. Daar zit trouwens wel weer kool ofzo. Ja, dit is gold. Gold, jongens. Gold. Altijd fijn om te hebben. Redstone. Ja, eigenlijk heb ik er vrij weinig aan. Ik weet niet waarom ik het elke keer meeneem, maar... Lapé hebben we wel echt nodig. Dan kunnen we namelijk enchanten binnenkort. Even redstone. Nou, dat hoef ik dus niet. Ik wil eigenlijk... Oh, dat ben ik wel vergeten te maken. Dus we gaan even snel nog terug. Hopelijk vind ik meteen de weg terug. Als het goed is wel. Deze kant op. En dan deze kant op. En dan hier het trappetje op. En dan... Even kijken hoor. Deze kant op dacht ik. Nee, die kant op. Nee. Hè? Het was het trappetje op. Dat weet ik wel. Daar zijn we gegaan. Hier naar beneden dan nog een stuk. Zo. Nee. Hè? Jongens, ik ben weer de weg kwijt. Wat is dit toch de hele tijd, jongens? Met dat ik de weg kwijtraak. Hoe kan dat nou toch de hele tijd? Ik zal het niet weten. In ieder geval moeten we dus niet hier wezen. Even kijken hoor, want we moeten dus een plek zoeken. Waar we dus in moeten. Wacht. Maar gewoon hier dan. Klopt dat? Volgens mij wel. En dan hierin. En dan hier het trappetje op. En dan hier omhoog. Zo. En dan even kijken hoor. Deze kant op. Oh, ik heb de weg teruggevonden, jongens. In één klap. Ja, daar ben ik blij mee hoor. Ik word er steeds beter in. Uiteindelijk kunnen we de cave bijna uit ons duimpje. Dus dan gaat het wat sneller. Hè? Zo. Even kijken. Hier hebben we heel veel iron.
Dat is mooi. Dat hebben we namelijk nodig. Even kijken, was dat zo? Nee. Nog even verder. Zo. Nee, hè? Huh? Hoe was ook weer een bucket? Was dat gewoon zo dan? Nee. Hè? Huh? Help. Oh, wacht. Volgens mij weet ik het al. Zo, zo, zo. Ja, bucket. Mooi. Dan maken we er even een paar. Kijken. Doe maar 4 in totaal. Zo. Kijk, daar hebben we er in ieder geval 4. Kunnen we in ieder geval wat water mee gaan nemen. Hier zit trouwens de rest van de iron. En dan kunnen we eventjes op de lava gooien. Zodat we dus dat, hoe heet dat weer hebben. Die, ja, hoe noem je dat steen? In ieder geval dat zwarte steen. Want dat hebben we uiteindelijk natuurlijk ook weer nodig. Om punt 1 naar de nether te gaan. Maar ook natuurlijk gewoon om, hoe heet dat weer te doen? De enchanting table te kunnen maken. Even kijken, we gaan deze kant op natuurlijk. En dan gaan we hierheen. Hier overheen. Kijk, en dan hebben we hier water en lava. We halen gewoon deze hele ding trouwens leeg. Even kijken. Oh, oh, oh. Huh? Hallo? Waarom mag ik geen water pakken? Hallo? Wat is dit nou weer? Waarom kon ik geen water pakken? Wat is dit voor iets geks? Ik wil gewoon water. Hallo? Water? Wat is dit? Hé? Wat is dit voor iets geks, joh? Kijk, lava kan ik wel oppakken. Ik wil ook niet de hele tijd, trouwens. Zie ik. Oh, dit is zo random, jongens. Kijken wat het gaat worden. Oh, dit wordt gewoon steen. Oh, nou. Dat was niet de bedoeling. Het moest natuurlijk het andere worden. Ah, dit is zo jammer, jongens. Ik snap niet zo goed dat dat zo werkt, jongens. Even kijken. Hieronder zit natuurlijk weer meteen lava. Die kans is namelijk heel erg groot. Dit hakken duurt zo lang. Ik kan het niet eens weghakken. Wat? Huh? Oké, dit is raar. Ja, waarschijnlijk kan dat pas vanaf diamond of zo, denk ik. Maar dan zouden we dus nog steeds op zoek moeten gaan naar diamond. Ja, dit kan alleen via diamond. Kan niet anders. Anders had ik het al lang gehad. Maar wat is dit? Ja, dat is een oor. Ik vind het zo apart. Ik vind dit zo apart, jongens. En we kunnen geen water oppakken. Wat ik ook wel heel apart vind. Dat ik bij mijn eigen denk van, wat is dit voor iets geks? Van waarom kunnen wij geen water oppakken?
Ja, we hebben in ieder geval lava. Maar ja, maar ik ga toch beter even water willen hebben, eerlijk gezegd. Nou ja, nu kunnen we wel onze eigen lavabron maken. Dat dan weer wel. Even kijken, wat is dit? Yellow steen. Hebben we niks aan. Hier is wat iron, maar hebben we ook genoeg. Hier zit nog een klein stuk cave. Met ook weer iron. Nou, deze nemen we er dan wel mee mee. Hier is er trouwens nog wat kool. Kool. Nog meer kool. Nog meer kool. Nog meer. Nog meer. Nog meer. Nog meer. Nog meer. En nog meer. En nog meer. Zo. En hier ook nog meer. Hier nog meer. We hebben heel veel kool, mensen. We hebben zoveel kool, dat is niet normaal. Zo. Nou, kom op. Hoppakee. Zo. Nou, hier wat verder is niks meer, hè. Nou, hier wat iron nog. Hier nog. Volgens mij was dat het wel. Hier ook. Binnen. Hier beneden. Ja. En op de muren wat iron. Is ook niet zo heel boeiend. Ik bedoel, iron hebben we nu op zich wel heel veel. Als je goed gaat kijken, hebben we echt best wel veel iron. Even kijken hoor. Wat is hierboven bijvoorbeeld? Ik zal het niet weten, maar we gaan dat wel een keertje onderzoeken. In ieder geval vind ik het raar dat ik dat obsidian niet mee kan nemen. Maar ja, maakt niet uit. We vinden wel wat op. Even kijken, we gaan hier naar de overkant. Het lijkt wel alsof dat een goed idee is. Zo, want we gaan de cave gewoon een beetje onderzoeken. Even kijken wat alles is. Als we nog wat kunnen vinden. Het liefst zou ik iets van diamonds vinden. Maar ja, blijkbaar is dat onmogelijk. Want ik ben al eigenlijk een heel zoektocht aan het doen. En eigenlijk nog steeds geen diamonds gevonden. Wel iron en gold en heel veel kool. Ik wou net zeggen, waarom gaat dat zo langzaam, jongens? Zo, zo. Nog meer kool, nog meer kool, nog meer kool. We worden best wel veel doodgegooid met kool. Als jullie het mij vragen. Kijk, want hier ligt ook weer. Echt mega veel kool, jongens. Zo. Nou, hier zijn we dan verderop wel geweest. Dus hier ook. Maar hierboven bijvoorbeeld weer niet. We gaan even hierheen. Even kijken. Misschien vinden we nog wat. Ja, wat iron. Nemen we ook weer mee. Zo. Dan hebben we hier al dit kleine stukje. Maar er zit eigenlijk vrij weinig. Ja, wat kool. Nemen we ook weer mee. We hebben natuurlijk altijd wel nodig. Kool. Dus dat is wel iets wat we gewoon mee kunnen nemen. En wat we dan ook mee blijven nemen. Even kijken. Zo, kool. Dus dat yellow brick gedoe. Het yellow steen. Maar dat hoef ik niet. Hier aan de overkant ligt ook niet echt wat. Ja, dan gaan we hier gewoon terug. En dan gaan we hier even verder kijken. Waar we nog meer heen kunnen. Bijvoorbeeld hier. In deze donkere hallen. Waar het niet zo heel veel is. Blijkbaar. Even kijken hoor.
Maar eigenlijk moet ik even kijken bij pickaxe. Kijken hoor. En dan schrijven we hier gewoon pickaxe. Pick. Kijk, want waarvan kunnen we allemaal pickaxe maken? We hebben deze. We kunnen best wel veel pickaxes maken. Moet ik eerlijk toegeven. Kijk, dit zijn natuurlijk de standaard pickaxen. Maar we hebben hier ook nog allemaal pickaxen. Kijk, daar hebben we die voor nodig. Daar hebben we deze voor nodig. En die hebben we. We hebben die. We hebben die binnen liggen in onze kist. Kijk, deze kunnen we dan weer niet maken. Die ook niet. Een steel pickaxe. Maar ja, hoe sterk is die, weet je wel? Is dat een beetje te vergelijken met een diamond, weet je? Zulke dingen. Vraag ik me dan af. Want ik moet iets hebben wat hiermee te vergelijken is. Met de diamond pickaxe. Want ik kan blijkbaar niet echt 1, 2, 3 een pickaxe, tenminste diamonds vinden. Dus dan moet ik iets hebben wat een beetje erop lijkt. Volgens de aanval en zo. Qua wat die aanricht, weet je. Zodat we er toch iets mee kunnen. Kijk, want deze is net zo sterk als iron. Als een iron pickaxe. Maar ik heb een vermoeden dat ze dat allemaal zijn. Dit lappen? Ja, dit is weer lappen. Lappen! We hebben veel lappen nodig. Als we gaan enchanten. Ik ben blij met de lappen. Hier is weer wat lava. Zijn we hier geweest? Zijn we hier niet geweest? Ik zal het niet weten. Er zit hier wel heel veel lava, mensen. Ik weet niet als ik daar blij mee moet zijn. Met al die lava. En wat is dit weer voor donker iets? Van kool, gold. Oh shit. Hier wil ik niet heen, mensen. En daar is weer lappé. Lappé. Meenemen, lappé. Lappé meenemen. Zo. Zo, lappé. Allemaal lappé. Dan hebben we hier weer wat kool. Kool, 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 kool. Dat is geen kool meer. Kool. 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 Kom ik kool. Zo. Hier hebben we nog wat iron. Zo. Oké, dan gaan we weer deze kant op. Zo. Even kijken, want waar komen we vandaan? In ieder geval zit hierboven nog wat. Hier is in ieder geval water. In waterval, dat sowieso. Wat kool, wat iron. Wat koper bedoel ik. Geen kool, koper. En wat iron. Dan hebben we hier nog wat iron. We hebben zoveel iron, jongens. Dat is echt niet normaal. Even kijken, kunnen we hier nog wat zoeken? Wat vinden? Hier hebben we weer die blauwe gedoe. Maar ik weet dus niet hoe sterk blauw is, weet je wel? Dit is een paars.
Dat is dit, denk ik. Ja. Nou, we nemen die ook wel even mee. Want eigenlijk ben ik toch zwaar benieuwd naar hoe sterk die dingen eigenlijk zijn, weet je wel? Van, is het een beetje hetzelfde als een, bijvoorbeeld een diamond, weet je? Zulke dingen vraag ik me dus echt af. En ik hoop dat, iets gewoon net zo sterk is als een diamond. Want tot nu toe vind ik gewoon geen diamonds. Waar ik ook kijk, waar ik ook zoek, ik vind gewoon geen diamonds. En normaal vind je dat toch best wel in een cave. Naar een beetje zoeken, weet je wel? Want ja, daar staan 9 van de 10 keren de cave voor onbekend. Dat ze zeg maar de diamonds hebben. Alleen deze cave ja, heeft dat dus blijkbaar niet. In ieder geval niet in overvloed. Even kijken. Nee, daar hebben we niks aan, momenteel. Hier is trouwens weer zo'n andere oor. Die nemen we dan wel weer mee. Zo. Hoppakeetje. Maar eerlijk gezegd, denk ik dat het een beetje hetzelfde is weer als zilver. Als koper, zeg maar. Als iron bedoel ik. Zilver, koper. Dat een beetje hetzelfde is als de iron versie, zeg maar. Want dat is deze rode, zeg maar, ook. Is een beetje hetzelfde als een iron. Zo. En eigenlijk meer is het dan ook weer niet, weet je wel. We gaan wel steeds lager. Dus 9 van de 10 keer betekent dat dat we heel snel diamonds tegen moeten kunnen komen. Maar ja. Zoals ik al zei, hè, deze cave is dat echt een wonder als je het vindt volgens mij. Hier hebben we trouwens wel heel veel van die, paarse. Dus dat is mooi. Dan kunnen we daar ook zo meteen een pickaxe van maken. En dan kunnen we in de volgende aflevering kunnen we dan gaan testen hoe goed die eigenlijk is. Dus dan gaan we gewoon naar lava toe en dan gaan we even kijken hoe goed ze nou eigenlijk zijn. Even kijken hoor. Want ja, dan moeten we natuurlijk die obsidian weg zien te krijgen. Zo. En als we die wegkrijgen, dan weten we dat die even sterk is als een diamond. Krijgen we het niet weg, dan is het gewoon een iron. Dan is het gewoon net als deze, gewoon een iron versie. Gewoon een luxe iron versie, ja. Zo kun je het eigenlijk dan wel vergelijken. Zo. Hier is dat dan ook nog een stuk cave. Ik weet niet eens of dat ergens heen gaat waar we al zijn geweest. Blijkbaar niet. Daar ben ik op zich wel blij mee. Dit is weer wat kool. Zo. Wat kool meenemen. Zo, 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 zo. Dit is wel mega veel kool trouwens. Zo. Hier nog kool. Daar nog kool. En hier ook. Zo. Dan gaan we eerst naar beneden. Blijkbaar is dat geen goed plan. Dan gaan we eerst hierheen. Blijkbaar is dat ook geen goed plan. Oké. Okay. Nu gaan we naar de overkant. Even kijken hoor. Oh shit. Maar is daar beneden nog wat, weet je wel? Dat vraag ik me dan wel af. Want daar kunnen natuurlijk de diamonds liggen. Bijvoorbeeld. Nou zie ik niet 1, 2, 3 diamonds liggen. Dus neem aan dat ze daar niet zijn. Hoppakee.
Wow. En heel vaak zeggen ze ook, waar lava is, is diamond. Nou, niet heel lullig bedoeld, maar ik zie geen diamond. Dan zie ik dan deze dingen. Die ik dan wel weer mee wil nemen. Omdat we die natuurlijk moeten uit gaan testen. En dan hebben we hier weer een heel stuk cave. En daar hebben we ook weer een heel stuk cave. Nou, dan valt me mee van hoe groot die eigenlijk is. Ik had eigenlijk verwacht dat die groter was. Laten we het daarop houden. Zo. Dus weer lappé. Zo is er. Ah, op zich. Ik wil dit altijd echt heel snel dicht hebben. Op een of andere manier. Want ik irriteer me er altijd mateloos aan. Maar dat kan blijkbaar niet. Oh ja. Maar ik weet niet als jullie het hadden gezien, maar er gebeurde dus iets heel geks. Zoals hier al, weet je wel? Dat zwarte. Het is heel apart in ieder geval. Maar in ieder geval kon ik het eerst... Wat is dit nou weer? Het lijkt wel op een huisje van iemand. Daar leek het echt random op. Op een huisje. We nemen even de kool mee. We zijn er nu toch. En we zien het, dus we nemen het mee. Even kijken, hier zit nog wat kool. Nemen we ook mee. Ook altijd handig natuurlijk. Want we hebben al zo weinig. Van kool. Dus we hebben echt genoeg nodig, weet je wel. Beetje zoiets. Waarschijnlijk denkt Minecraft, oh, die jongens, die hebben bijna geen kool. Laten we ze kool geven. Ik moet wel zeggen dat hier heel veel van die rode gems zijn. Daar ben ik wel blij mee. Eerlijk gezegd. Van die rode dingen, zeg maar. Daar ben ik echt blij mee. Want ja, die zijn natuurlijk even sterk als een iron. Niet dat we iron ook tekort komen, maar... Jullie snappen wat ik bedoel. Als we ooit in nood zitten voor iron, dan hebben we altijd die rode nog. Die we dan kunnen gebruiken. Dan deze weer weghalen. Het zijn er echt mega veel kool, jongens. Ik snap echt niet waarom zoveel. Zo, zo, zo. En dan gaan we deze kant op. Ah, paars. Jullie heb ik ook nodig. Paars heb ik nodig. Zo. Dan hebben we daar weer lava in water. En hier weer wat kool. Jongens, daar hebben we toch al genoeg van. Ondertussen. Al die kool en... En zo. Kijk, en dan zijn we hier weer op een bewoonde wereld waar we zijn geweest. Maar waar we deze dingen niet mee hebben genomen. In ieder geval. Even kijken terug. We gaan terug. We gaan terug, jongens. Want daar was natuurlijk nog meer gangen. Kijk, zoals deze bijvoorbeeld. Waar gaat deze heen? Niet ver. Oké, niet ver. Oké. Dan weten we dat ook weer. Nou, die gaat helemaal nergens heen. Even kijken hoor. Deze is daar naartoe. Hier zit nog wat iron. Nou, nemen we ook maar mee. Het is een beetje lullig als we wel de kool meenemen. En dat iets wat waardevoller is dan kool, weet je wel, laten liggen. Dat zal een beetje gemeen zijn. Dus heb ik meenemen.
Zo, zo, zo. En dan gaan we hier even langs, want we willen niet in de lava gaan staan. Yellow steen. Hier hebben we weer wat iron. Ook weer mee. Zo. En weer wat rode dingen. Nemen we ook mee. Zo. Hoppakeetje. Hier zit volgens mij... Nee, geen kool tussen. Jongens, deze cave is zo groot. Dat is echt niet normaal. Zo. Zo. Hier nog, hier nog. Zo. Hier hebben we weer lappe. Altijd handig natuurlijk. Nog meer lappe. Dit is zo random groot, jongens. Hier hebben we nog van die rode gems. Nou, in ieder geval, bij deze ga ik de video afsluiten. We hebben al lang genoeg opgenomen, zeg maar. Het is natuurlijk een XXL aflevering, een extra lange... omdat ik natuurlijk eigenlijk een andere serie ook wou bij uploaden. Alleen, ja, dat gaat hem niet worden. Ik heb nog wel tijd om net even een kleine opname te doen voor morgen. Dus dat ga ik wel doen. En dan gaan we lekker weer weg. Dus in ieder geval, bedankt voor het kijken. Doe even dus dat blauwe duimpje omhoog. Abonneer op mijn YouTube kanaal als je dat nog niet hebt gedaan. Druk ook even op het belletje, zo blijf je op de hoogte wanneer ik een nieuwe video upload. Laters.